Nada Sales vroeg op Twitter wat de Partij van de Arbeid doet met de balans tussen veiligheid en privacy. Dat is een hele terechte vraag, want het kan niet de bedoeling zijn dat wij alsmaar gegevens blijven vragen en niet zorgen voor een goede beveiliging daarvan. We moeten ook rekening houden met de privacy van mensen. We gaan dan ook niet verder dan strikt nodig met het vragen van informatie. We bewaken de informatie goed en we laten slechts per hoge uitzondering justitie tot die informatie toe.